Met de boot van 2:30 kwamen ze vanmiddag met een transportwagen naar Texel toe. 20 koninkpaarden uit het Oostvaardersveld. Daar zijn er te veel en in natuurgebied de Slufter is ruimte genoeg. Hebben ze genoeg te eten hier om te grazen? Ja, het zijn maar 20 dieren op 3.500 hectare. Nou, kan een deel van die hectares bij storm kan er zeewater staan, dan kunnen ze het niet redden. Maar dan blijft er hier in de duinen nog ruimte zat over om te eten. Het paardentransport werd nauwlettend gevolgd door een groep activisten die zich druk maakt om het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen. Wij zijn eind februari vorig jaar in deze missie beland. Wij vonden in het Oostvaardersveld, waaronder deze 20 koninkpaarden, 100 paarden die dood stonden te gaan van de honger en de dorst. En vanaf dat moment hebben wij besloten er een missie van te maken. Wij komen zelf uit de paardensportwereld, Cynthia en ik. Als wij dat met onze beesten zouden doen, dan zou gelijk de ketting op de deur zitten. En ja, wij vinden dat dat niet kan. En dan is het moment daar dat de paarden worden losgelaten. Hoe zorg je ervoor dat die paarden niet weglopen of andere gebieden ingaan? Of het strand opgaan? Daar is die afrastering voor. Met dit type afrastering hebben we hier al sinds 1995 ervaring in begrazingsgebieden. En dat gaat gewoon goed. Nu zijn er hier 20 op Texel losgelaten. Bent u tevreden daarover? Ja, ik moet u zeggen dat dat wel even een momentje is. Dit is waar je het allemaal voor doet. Daar werken we ons uit de naad voor. En ja, dit is echt een heel fijn moment.